mevrouw Sandra Tiethoff van de verzetsgroep tegen het zonnepanelenpark Overdinkel. De uitslag van de raad ziet er goed uit. Ja, we zijn er natuurlijk wel ontzettend blij mee, hè, dat er naar onze stem ook duidelijk gehoord is. Ja, met uitzondering van een aantal andere politieke partijen, maar we zijn er erg tevreden. Kunt u mij nog één keer vertellen waarom u tegen het plan was? Nou ja, goed, ten eerste zijn we niet tegen groene energie, maar we zijn wel tegen het feit dat de gemeente Lossen niet naar alternatieven heeft gekeken. Er zijn vele meer alternatieven te bedenken en te bekijken die veel effectiever zijn en minder landschapvervuilend zijn. We spreken over een heel groot gebied van 50 voetbalvelden groot die ontnomen gaat worden. Voorzien gaat worden van een hek van meer dan 2 meter hoog. Met 84.000 zonnepanelen die daar neergezet worden van 1,80 meter hoog. Het wordt gewoon één vesting. Dan wordt het hele landelijke landschap wordt ons gewoon ontnomen. En welke initiatieven zou u wel steunen? Nou, er zijn gewoon heel veel andere alternatieven die bekeken zijn door onder andere Universiteit Twente. Die zijn niet meegenomen door de gemeente, wat heel jammerlijk is. Want er zijn gewoon hele andere alternatieven die minder vervuilend zijn, die veel beter zijn in energieoplevering en minder landschap weggenomen gaat worden hierdoor.